Beste vrienden, zoals eigenlijk het meest duidelijk is geworden uit alles wat tot nu toe is gezegd, is dat we ons op dit moment in een revolutionaire situatie bevinden. Dat lijkt een heel groot woord, zo van, dat komt allemaal uit boekjes en we leven hier gewoon in Nederland, we hebben de regering en noem alles maar op en de politie niet te vergeten. Maar er is een situatie ingetreden, en diverse sprekers hebben daar al op gewezen, waarin het oude stervende is, maar het nieuwe nog niet geboren. En in zo'n situatie ben je bijzonder kwetsbaar voor zeer gevaarlijke wendingen in de politiek. Omdat zelfs degene die ons regeren, van wie al een paar keer is gezegd dat ze bang zijn, niet meer weten wat op korte termijn de oplossingen moeten zijn voor de problemen die men op dit moment eigenlijk alleen nog met de ME kan oplossen. Maar dat zijn natuurlijk nooit oplossingen. Ik ben vorig weekend met mijn lieve echtgenote in de auto naar Praag gereden. Omdat in Praag een conferentie was georganiseerd door de Vrije Linksen. Dat klinkt in Nederland wat exotisch. Omdat de linkse traditie, waar ik zelf uit voortkom, een zwak ontwikkeld begrip van vrijheid altijd heeft gehanteerd. Namelijk een begrip wat geldend werd gemaakt in de fase van de overgang van een revolutionaire ontwikkeling, maar daarna meestal snel vergeten. Dus toen ik zag dat ik kreeg dus die uitnodiging om daar de tent te openen, zal ik maar zeggen. En dan helemaal in Praag, dus moesten met de auto, omdat het de enige manier van vervoer was waar je niet met kapjes en Duitse politie te maken kreeg. Maar toen ik zag staan Vrije Linkse, toen dacht ik, ja, eigenlijk moet ik daarbij zijn. Ik had me ook altijd voorgenomen om zodra er vanuit Oost-Europa, het ooit Warschau-pact, het ooit staatssocialisme, een uitnodiging zou komen, dat ik dan kosten nog moeite zou sparen om daar ook aanwezig te zijn. En nu kon dat, omdat mijn onvergetelijke boek over de pandemie inmiddels in een aantal talen verschenen is. En die lui daar hadden dat allemaal gelezen. Ja, de groep was ook niet zo groot. Het interessante was, er waren daar mensen uit Italië, van de Assemblea Militante, mensen uit Oostenrijk, van de Vrije Linkse, mensen uit Luxemburg en Duitsers natuurlijk. Maar er was geen Nederlandse delegatie. En de reden daarvan, behalve dan mijn echtgenote en ik. De reden daarvan is dat bij ons het woord links eigenlijk ten prooi is gevallen aan een hele fundamentele begripsverwarring. Bij ons is Rutte links, Kaag is links, de NOS is links. Ja, GroenLinks en de PvdA, die wil ik niet eens meer noemen. In het parlement is als zodanig een progressieve beweging. Dat wil zeggen, een beweging die in een revolutionaire omwenteling naar voren komt met concrete plannen en strijd wil om een nieuwe situatie te bereiken, die is op dit moment afwezig. Toch geloof ik dat er in dit opzicht mogelijkheden zijn. Dus hier hebben we begripsverwarring. Waarom is dat zo schadelijk? Dat is niet omdat ik met mijn oude foto's van Karl Marx en zo thuis een beetje zit te huilen van waarom hoor ik er niet meer bij. Het is zo schadelijk omdat als jij voortdurend het begrip links en socialisme verdacht maakt, blokkeer je het nadenken over hoe zouden we nou eigenlijk in een nieuwe maatschappij kunnen komen. En dat is natuurlijk niet Sovjet-Unie 2.0. Die race is gelopen. We praten over een nieuwe situatie waarin de verhoudingen open liggen. En zoals ik zeg, als het nieuwe er nog niet is, dan is het een bijzonder labiele en gevaarlijke toestand waar je beter niet te lang in kan blijven hangen. Om te beginnen moet je in een revolutionaire omwenteling begrijpen in welke situatie je bent. En volgens mij is het zo dat we objectief, en Bob de Wit heeft daarover gesproken, Karel heeft daarover gesproken, velen hebben daarnaar al verwezen,
Objectief worden we natuurlijk door de informatierevolutie, waarin technisch gesproken iedere burger eigenlijk permanent op de hoogte zou kunnen zijn van wat zich overal afspeelt, worden we een nieuw tijdperk ingeleid. Maar dat is op zichzelf nog geen politieke omwenteling. Kijk, iedereen heeft een telefoontje, we maken de censuur mee, maar we zien ook de mogelijkheden. De reden waarom bijvoorbeeld iemand als Julian Assange wordt opgesloten, is niet zoals vaak wordt gezegd, en ja, tactisch is dat misschien onvermijdelijk, dat daarmee de vrije pers gevaar loopt. Er is namelijk al lang helemaal geen vrije pers meer, behalve de pers die hier is vertegenwoordigd. Assange wordt opgesloten omdat hij openbaar heeft gemaakt, inzicht heeft gegeven in wat er allemaal voor politieke spelletjes worden gespeeld in de hele wereld door alle Amerikaanse ambassaderapporten openbaar te maken. Dus hij heeft eigenlijk laten zien met zijn vrienden in WikiLeaks hoe een maatschappij eruit zou zien waarin elke burger in principe permanent op de hoogte kan zijn wat zich afspeelt. En bovendien de mogelijkheid heeft, en dat is het eigenaardige van het apparaatje waar de meeste mensen mee voor zich uitlopen, ook de mogelijkheid heeft om te melden of die daar al of niet mee eens is en wat daaraan te doen zou zijn. Dus in die zin is de informatierevolutie een omwenteling, maar die is alleen technisch. Tegelijkertijd hebben de overheden in de wereld en de heersende klasse in de wereld hebben een contra-revolutie ingezet, eigenlijk een preventieve contra-revolutie, om al deze nieuwe technische middelen te gebruiken voor het consolideren van hun macht. Dus nog voor wij hebben kunnen bedenken waar we naartoe zouden kunnen, wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn van die nieuwe technische middelen, heeft het World Economic Forum al vaak genoemd. Schwab heeft vanaf de oprichting van deze club in 1971 heeft hij gehamerd op het gebruik van digitale technologieën om een open wereldeconomie te creëren. Zij hebben nu als eerste ingezet gebruiken van deze middelen om een surveillance maatschappij te installeren waarin wij geen stap meer kunnen zetten zonder dat dat wordt waargenomen. Er zijn een paar hele ware woorden gesproken in de diverse panels over wat dat in de praktijk betekent. Wat er zich afspeelt nu, economisch, sociaal gesproken, is een ontwikkeling naar een ultracapitalisme. Dat wil zeggen een kapitalisme waarin de tendensen die inherent zijn aan kapitalistische ontwikkeling, namelijk concentratie van de rijkdom aan de een kant, verarming en onteigening aan het andere, tot in het alleruiterste consequenties worden doorgevoerd. En we weten allemaal, een kleine oligarchie van miljardairs deelt de lakens uit via de Ruttes en de Kaag van deze wereld. Daartegenover staan mensen die onteigend worden. In die situatie moeten wij ons afvragen, wat kan er worden gedaan? Mijn inzet is, en zeker na het bezoek aan de Vrije Linkse in Praag, ben ik er meer en meer van overtuigd geraakt, dat wij in Nederland in de bestaande verhoudingen moeten komen tot een vorming van een vrijheidsfront. Net zo goed als in de jaren 30 en in het verzet in de Tweede Wereldoorlog, er een rechtsverzet was, een nationalistisch verzet, er was een progressief verzet, een antirevolutionair verzet, in Nederland dan in het bijzonder, en een communistisch verzet. En die lui die kenden elkaar allemaal. Er was natuurlijk altijd wel wat wrijving. Iedereen kent de afleveringen van Hallo Hallo, waarin je dat ziet nagespeeld. Maar dat volksfront, zoals dat in de jaren 30 dan werd genoemd, omdat het namelijk vanuit de linkerzijde werd geïnitieerd na de enorme blunders die men had begaan tot aan 1933, toen men kon vaststellen, we hebben in wezen Hitler aan de macht laten komen. Zo moeten we ons nu realiseren dat de meest consequente tegenstemmen die we in de openbaarheid hebben gehoord, die zijn ook door het verlies aan geloofwaardigheid van de linkse socialistische traditie, die zijn van de rechterzijde gekomen. Forum voor Democratie verdient een pluim, omdat zij na aanvankelijke aarzeling de COVID-crisis juist hebben benoemd. Ze hebben nu de Oekraïne-crisis juist benoemd. Ze hebben naar mijn oordeel ook begrepen dat het onbeperkt inreizen van mensen met een beroep op asielverdragen, dat dat iets is wat niet eindeloos door kan gaan zonder onze maatschappij te ontwrichten. Al die zaken hebben zij benoemd.
toen de Atje Kuikens van deze wereld nog zaten te mijmeren over de fijne tijd die ze hebben doorgebracht op het ministerie van Binnenlandse Zaken bij de afdeling Nieuwe Veiligheidsrisico's. En wij zijn zo'n veiligheidsrisico. Zo'n vrijheidsfront kan dus gevormd worden met de Pepijn van Houwelingen van deze wereld, met Gideon, met wie ik persoonlijk allemaal heb kennis gemaakt. Er is geen enkele reden waarom zij en ik en heel veel andere, Frank Ho en de andere dakloze linkse die hier rondlopen, niet met elkaar gemeenschappelijke activiteiten zou kunnen ontwikkelen. Maar bij die gemeenschappelijke activiteiten, die dus niet tot Nederland beperkt moeten worden, maar ook, en dat heb ik in Praag al afgesproken met een aantal mensen, Europees opgezet gaan worden. Vergeet ook niet dat bijvoorbeeld, prachtig artikel in de andere krant, dat ook de jongeren van Europa allemaal met hun nationale vlag de schouders aan elkaar hebben gekoppeld. Maar ik denk dat het nog belangrijk is om te begrijpen dat zo'n vrijheidsfront, als het daartoe zou komen, dat dat een beperkte taakstelling heeft. Die taakstelling is namelijk eigenlijk beperkt tot de fase waarin we gewoon, en dat zijn nog geen revolutionaire wijzigingen, de fase waarin we gewoon idiote politieke maatregelen terug gaan draaien, zonder dat eigenlijk de constitutie van onze maatschappij daarmee verandert. Natuurlijk geen lockdowns meer, zoals hier ook al nadrukkelijk is gezegd. Er moet een einde aan de sancties komen. We moeten de gaskraan die we zelf mogen openzetten, moeten we ook weer openzetten. En we moeten in de Europese verhoudingen, nu de EU zich openbaar heeft gemaakt als een kale, hardvochtige dictatuur, moeten we niet zomaar zeggen we moeten uit de EU, maar we moeten net als Zwitserland, en ik praat hier dus over de niet-revolutionaire fase, we moeten net als Zwitserland terug van het volledig EU- en euro-lidmaatschap naar lidmaatschap van de Europese Economische Zone. Daar kan niemand wat tegen inbrengen. Zwitserland doet dat al. Je hebt dan alle voordelen van de vrije handel en noem alles maar op, zonder dat jij Ursula von der Leyen's handenwastechniek thuis moet gaan oefenen, omdat wij daar nu eenmaal in zitten. Dat zijn dus de onderwerpen. Kijk, als we een echt parlement hadden, waar behalve dan de mensen van Forum ook grote delen van de andere partijen hun kritische vermogens niet al lang hadden ingeleverd, dan zou dat Vrijheidsfront voorlopig ook nog wel even kunnen blijven slapen. Maar dat parlement jast er alles door. We weten nu dat de tijdelijke coronawet wordt permanente coronawet. En je ziet dat dat hele D66-netwerk wat zich inmiddels heeft gevormd aan het hoofd van onze staat, dat dat via de Raad van State en allerlei andere instanties al druk bezig is, ook voorzitterschap van de ondernemersorganisatie, dat dat netwerk al druk bezig is om de permanente coronawet als de zogenaamde gereedschapskist klaar te zetten voor de volgende ronde. Een vrijheidsfront zou zich primair moeten richten tegen het opnieuw introduceren van dit soort lockdowns en vergelijkbare ontwikkelingen. Maar dan krijg je eigenlijk, als dat soort, laten we zeggen, de idiote politiek is teruggedraaid, dan kom je eigenlijk in de schemerzone waarin je verdergaande initiatieven moet ondernemen. En daarbij zullen onvermijdelijk de vakbonden, de kerken en andere organisaties betrokken moeten worden bij zo'n vrijheidsfront om te zorgen dat je de massa kan opbrengen die niet alleen maar dient om de plannen van X of van Y aan een meerderheid te helpen, maar die er ook voor dient om de mensen zelf bewust te maken van wat voor omwenteling ze eigenlijk bezig zijn. En er is hier al een paar keer gezegd, je bent, Catherine eindigde daarmee, die uitspraak van Wim Hof, je bent zelf altijd sterker dan je denkt. Maar dat ben je niet als je 's ochtends wakker wordt. Dat ben je als je in een massa opereert en je ziet wat een kracht je kan ontwikkelen en wat een ideeën. Ik ben zelf als geen ander geïnspireerd geraakt door de gesprekken die ik heb gehad met mensen op demonstraties, de gesprekken die je hier hebt en noem alles maar op. Dus er moet massa gevormd worden. Er moeten idiote politieke stappen teruggedraaid worden. Maar dan komen we in de situatie die bijvoorbeeld in Nederland bestond in 1945. En ik hou nu ongeveer op, Jan. Het is ook geen aantrekkelijke opdracht om te moeten concurreren met het biertje waarnaar iedereen verlangt. Maar
dan kom je in de... Dan kom je in de fase die in 1945 bestond, waarbij het brede verzet ook elkaar begon aan te vallen. En ik denk dat een vrijheidsfront zich ook bewust zou moeten zijn, want je moet leren van de geschiedenis, dat we elkaars standpunten, en dat is iets wat ik nu al geleerd heb in de periode van de afgelopen 2,5 jaar, elkaars standpunten niet polemisch, maar zuiver op hun merites en hun praktische mogelijkheden moeten leren beoordelen. En dat is iets wat kan. Daarna komt dan... Daarna komt dan de fase waarin een nieuwe maatschappij moet worden gevormd. En dat is nooit een maatschappij, dat is ook een van de lessen die we uit de eerdere experimenten met socialisme hebben kunnen trekken. Dat is nooit een maatschappij die bestaat uit bijvoorbeeld de nieuwe mens. Helaas, we zullen ons moeten troosten met de gedachte dat de mens zoals hij is, dat is hij. En daarmee zullen we het moeten doen. De mensen die aan onze kant staan, de mensen die tegenover ons staan en ga zo maar door. Maar ik denk dat het mogelijk is om vanuit de samenwerking die eerst is gevormd dingen te doen als nationaliseren van de zorgverzekeraars. De absurde premies die we nu betalen terugbrengen naar wat ze waren, mutatis mutandis, in de tijd dat je nog het ziekenfonds had voor 12 gulden per maand met een volledige verzorging. Je kan voorstellen dat de financiële instellingen die hier zijn genoemd, eigenlijk is er al meer gezegd over nieuwe vormen van samenleven die we hier hebben besproken. Er is al genoeg gezegd in de panels dat ik daar nog heel veel fantasie aan zou moeten toevoegen. Maar het belangrijkste is dit. We moeten een breed vrijheidsfront vormen wat over de partijen heen reikt, wat voor iedereen een onderdak biedt en waar de mogelijkheden van de informatierevolutie, namelijk volledige transparantie van alles wat zich afspeelt, geen geheime achterkamertjes overleggen, maar alles openbaar, dat is een realiteit die voor het eerst, dankzij die informatierevolutie, een praktische mogelijkheid is geworden. En dat is onze toekomst. Daar moeten we voor vechten.